Ik ben nu ook gewoon even naar binnen aan het loeren. Flipendo, Wingardium Leviosa, je moeder, Dementor, Avada Kedavra, Abra, Kedavra, Alakazam, Stel jij je eens voor, hè, Ark met magie. Ik bedoel, stel jij je eens voor, hè, een survival game met Harry Potter. Dat is een degelijke clickbait, right? Ik bedoel, dat piekt jullie interesse wel, of niet? Vandaag is het tijd voor een nieuwe game. Jullie hebben deze game misschien al gezien in mijn livestream van een tijdje geleden. Dit is namelijk Citadel Forged with Fire. Dit is een survival game met magie. Wij zijn hier bij mijn eigen kasteel van Zwadderig Menterdos. Het is een survival game met veel magische elementen. Je zou het niet helemaal kunnen vergelijken met Dark and Light, want dat was zeg maar meer Ark met wat magie. Dit is echt gewoon pure magie en bouwen en shit. Het is iets meer zijn eigen genre en Dark and Light wat iets meer Ark elementen, om het zo maar te noemen. Ik vind niet zozeer zijn eigen genre, maar zijn eigen game. Maar in ieder geval, veel van jullie vonden deze game tof om te zien op de stream, dus ik had zoiets van, hey, laat het gewoon proberen. Ik ben van plan om een public server zeg maar te maken voor deze game. Dus stel je hebt de game en je wil meespelen, sure, dan kan dat. Kun je gewoon de server joinen. Leek me een tof idee, vooral omdat dit een beetje zo magisch is. Vet interessant toch. Dus ik dacht, hey, laten we gewoon een paar grote koninkrijken opzetten. Ik ben ook van plan om mensen zeg maar mijn house slash tribe te laten joinen. Zodat jullie mij kunnen helpen met bouwen en met themes en wat dan ook. Zodat we zelf ons eigen koninkrijk kunnen stichten. Maar het zou natuurlijk tof zijn als we ook wat allianties en vijanden hebben. En daarom wil ik de server beginnen op PvE. Dat betekent dus dat niemand elkaar aan kan vallen. En wanneer iedereen een beetje gesetteld is, wanneer we, laten we zeggen, 3 of 4 grote main houses hebben, met daaronder misschien allianties en zo, dan wil ik PvP gaan aanzetten. En dan lijkt het me tof om elkaar een beetje te teasen en rustig aan te doen. Een beetje politiek te doen, weet je wel. I don't know, ik zeg maar iets. Maar dat is een beetje de schets in mijn hoofd. Het leek me wel een tof principe eigenlijk. Als je de game hebt en de server wil joinen, de server heet Citadel Menter en het wachtwoord is Menter. Ik heb tot nu toe maar 20 slots. Er zit al iemand op de server vandaag en Thomas ook. En ik ook. Voor nu, stel het is succesvol en jullie willen hier echt meer van zien en meer van spelen, dan kan ik waarschijnlijk wel regelen dat er 50 slots komen of iets dergelijks, weet je wel. Ja, leuk man, laten we beginnen. Plip, 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 poem, poem. Ik ben al level 14. Ik heb al even gespeeld voor de stream en tijdens de stream. Dat betekent dat ik dus ook al een bezempje heb kunnen craften. Dit ding waar ik nu vanaf flik. Oh mijn god, oh nee, ik ga dood. Maar niet heus. Ja, is mooi. Is mooi. Het idee van deze game is natuurlijk wel gewoon overleven. Dat betekent dus resource verzamelen, beesten bouwen, beesten killen. En nog meer verzamelen en levelen. En temmen. Je kan temmen. Je kan temmen in deze game. Ik herhaal. Je kan temmen. Niet wegklikken, jongens. Je kan temmen. Oké, dat is speciaal. Dat is bijzonder. Dat is wat jullie leuk vinden. Ik ga jullie wel in deze aflevering laten zien hoe dat moet. Maar eerst moet ik even kijken. Je kan dus 2 wapens inzetten. En elk wapen heeft weer zijn eigen spreuken. Zijn eigen magie en ketchup. Ik heb nu het stokje ingezet. Daar heb ik deze spreuk mee gesteld dat ik kan harvesten. Dat kan ik ook op mijn bezem doen. Dat is best wel tof. Dus ik ben nu deze kristal hier aan het harvesten. En zoals je daar links kan zien, krijg ik rune crystals erbij. Nou, super mooi toch? Ja hoor. En als ik het op de boom doe, dan krijg ik hout erbij. Zie je dat? En berries en shit. En wanneer je dit lang genoeg doet, ik moet wel even van mijn bezem af, want dit zuipt mana. Wanneer je dit lang genoeg doet, krijg je gewoon een boom die verdwijnt. Disintegrated. Ik bedoel, disintegrated. Created, created, created. Super tof. En mijn rechtermuisknop is deze aanval. Hij doet zo'n badabam. Dan kan ik met G switchen naar mijn andere aanvalswapen. Je hebt er 4 volgens mij. Je hebt de staf, de wand, de gloves en... dit zijn de gloves zeg maar. En je hebt een zwaard, een melee klas. Dat is allemaal hier te zien bij spells. Kijk, hier heb je staff spells, wand spells, melee spells en gauntlet spells. Utility spells, dus gatheren, tamen, healen en telekinesis. Oeh! Nice. En dan heb je allemaal nog andere spells. Ja, mooi, mooi, mooi. Ik heb nu dus de wand bij me en de gauntlet bij me. De staff heb ik nog niet gemaakt, maar die kan volgens mij vuurballen schieten en wat dan ook. In ieder geval op mijn level. Hiermee kan ik ook dit spreukje doen, ook veel sneller gelopen. Is toch super tof. Dan zie je daaronder in dat je R hebt. En daarnaast er nog een flesje. Dat is voor mana en HP. Dus dat zijn potions waarmee je zelf kan genezen en zo. Oh, konijn, konijn. Plep. Poem, poem. Skia. Dat geluid. Mee. En je kan dus natuurlijk gewoon dingen looten. Zoals in elke survival game. Het is gewoon basic shit, jongens. Laten we even kijken. Ik heb natuurlijk redelijk wat spullen bij. Dus wel mooi. Dit zijn mijn spreukjes. Ik zou voor de grap eens even een taming eraan kunnen zetten. Maar ik ben niet echt dicht bij mijn base. Dus dat ga ik niet doen op dit moment. We gaan eerst even lekker farmen. Een beetje de wereld laten zien. In ieder geval wat we kunnen zien. En ja. En we gaan dit hert killen.
Instakill, ik ben zo sterk. Hide, loot all, thank you. Ik weet wel dat deze ghost orchids heel belangrijk zijn. Zeg maar deze blauwe, oh dat is een beer. Deze blauwe plantjes, waar daar alleen mee krijg je snelle mana terug. En de rode plantjes zijn voor levens. Vooral als je vliegt is dat heel belangrijk, want als je nou naar mijn mana kijkt, de rechts onder de blauwe. Het draint best wel hard terwijl ik vlieg. Ik zweer, waar is de master beer? Ik zag hem net. Oh ja, weet je wat ook chill is aan deze game? De framerate, hij is zo soepel. Ark, wat? Is jouw game niet soepel? Wat? Oh, hoe kan dat nou? Deze wel. Ik bedoel, Ark is veel geavanceerder en heeft veel meer dino's. Daarom, ja. Ik heb trouwens vernomen dat, de bekende van mij hier in de bossen woont. Dus laten wij die maar even op gaan zoeken. Nadat we gaan skinny dippen. Oh ja, trouwens. Ik heb nagellak. Zien jullie mijn nagellak? Het is roze. Oké, ik zie daar een vijand die ik wel wil killen. Dat is als het goed is een sprite, daar recht voor me. En die kunnen bijzondere dingen droppen die je nodig hebt voor bepaalde crafts. Sterfpik, welke level ben je wel niet? 25. Nee, deze dingen zijn redelijk sterk als je in de buurt komt. Goed dat ik nog sterker ben. Ja, essence. Thank you. Die had ik nodig. Mijn Harry Potter brotter from another Harry Potter motter. En jezus man, heeft hij dit al binnen een uur gebouwd? What the fuck, Thomas? What the fuck? Ik ben hier ook gewoon even naar binnen aan het loeren. Flipendo, Wingardium Leviosa. Je moeder, Dementor. Avada Kedavra. Abra. Kedabra. Alakazam! Ik ben sterk. Ja, anyway, Thomas heeft hier dus... Wow, het ziet er fancy uit, man. Shit, ik ging hier gewoon op zijn zolder slapen. Hij komt er nooit achter. Kik. Oh, ik hoor hem vliegen. Nee, verstop je. Laat je spruik op. Ik hoor die man al vliegen, hoor. Pa! Skia! Poem, poem! Papam! Papoem, poem, poem, poem! Oh, nee! Imagine PvP met deze game. Je kan dus ook dragons tamen en wat dan ook. En eagles en zo. Super vet. Echt dope. Godverdomme man. Stop eens met die vuurballen. Doe dat nou niet. Oh, dat is een wolf. Ja, zullen we hem gewoon voor de grap tamen? I don't know, ik ben best wel benieuwd. Dit is een direwolf level 29. Als ik nou eens even mijn spreukje inzet. En dan doe ik die even weg. Pacify erin. Yeah. En dan gaan we erachteraan. Je moet hem dus kind of linken. Dat ding is veel te snel, man. Hallo? Oh, ik ben niet hoog genoeg level. Oké, bye. Oeh. Plip. Ga terug naar Game of Thrones, je stomme witte wolf. Sterf. Tering. Sorry, man. Oh, ik kreeg fall damage. Maar bedankt voor je pijl, pik. Oké, ik had dus ergens een basis, maar die ben ik nu dus verloren. Ik weet niet meer echt waar die zat op de map. Volgens mij hier. Die zat hier, ja. Hier staat mijn huis gewoon. Ik weet niet of ik daar echt wil gaan wonen. Of dat ik iets meer hier wil gaan wonen. Misschien kan ik ook gewoon met Thomas intrekken. Ja, weet je wat? We kunnen natuurlijk ook gewoon even een starter base maken en dan uiteindelijk verkassen. Ik bedoel, we zijn pas net begonnen. Hey, hout. Dankjewel. Hey, dit ding. Dankjewel. Hey, maar natuurlijk gaan we wel voor baas boven baas, oké? Thomas wordt hieronder. Wat een peasant. Wat een filthy peasant. Dus dat betekent dat wij hierboven gaan wonen. Zoals alle royale modofoco's. Ja, wat is dat, though? Hier gloeit iets. Of zijn dat paddo's? Ah, man, het leek wel een gouden zeester. Maar het zijn mushrooms. Damn it. Oké, maar dit zijn wel aparte stenen. Deze ken ik niet. Oké, we gaan even de teamspreuk uitzetten. Kijk, zo. En dan doen we extract weer erin. Yes, dan doen we even dit, hoor. Wat zit er in deze steen? Wat is het? Iron ore. Oh, dit is metal. That's good to know. Good to know. Ik denk dat hierboven wel een mooie plek is om te bouwen. Lekker, wacht, zitten we in de buurt van iets moois? Hier is een cave. Middlewood Den. Als je wil bouwen, druk je op letter B. Dan zie je daar. Dit is trouwens allemaal muisbediening. Dus je ziet daar rechts wood, magic, wat dan ook. Nou, je gaat naar wood. Je kiest een platformpie. Is wel mooi. Ja, is wel mooi. Die zo, badabam. En dan kun je doorbouwen, denk ik. I don't know. Kan het nou aan elkaar of heb ik die nou veel te hoog geplaatst? Volgens mij heb ik hem veel te hoog geplaatst. Oké, dan gaan we even terug. Delete. Ga weg. Het kan wel, in principe. Laten we het even hierop houden, oké? Gaan gewoon lekker doorbeelden. Pam pam! Poem poem! Level 15, eindelijk! Oh my god, ik heb altijd al wel level 15 willen zijn. Oké, daar nog even een. Chill, dan gaan we nu even over op de walls. Je moet trouwens, volgens mij ook als je deuren wil, moet je altijd eerst een wall hebben. Wat is dit? Oh, een diagonale wall. Oh, dat is ook wel cool. Oh, je hoeft helemaal niet op een foundation te... Oké. Alright, we bouwen even lekker snel door. Dit bouwen gaat voor pittig snel. Doe me een klein beetje denken aan Hearthworld, het bouwsysteem. Alright, dan proppen we ergens een deur in. Dat doen we wel hier, oh. Yes. Deurtje erin. Hey, klop. Welkom. En dan doen we ramen erin. Small window. Large window. I don't know. Small window is wel sexy. Oh, dit doet me denken aan de Sims. Sims 4 walkthrough op mijn kanaal. Oh, maar houd eens op. Damn it. Wat is dit? Een large door. Large. Oh, dit zijn gates. Oké, chill. Hebben we nog spikes zo te zien. Mooie dakjes. Mooie pilaren. Wat dan ook. Bij magic kun je dan dus andere dingen craften.
kan je kiezen tussen small, medium en large. Als je bij small kijkt, kun je bijvoorbeeld een throne maken. En een throne is vergelijkbaar aan datgene, aan de totem van Hurtworld bijvoorbeeld. Dus als ik de throne hier neerzet, betekent dit dat het mijn gebouw is. Weet je wel. En volgens mij als een throne abandoned is, dan kun je een gebouw claimen ofzo. Alsof het die van jou is. This will destroy your old throne and leave your structure piece. Boeien, dan gaan we naar de base. Kijk, zie je. Ik ben lekker actief in de chat. Ook al zeg ik dat ik stil ben omdat ik opneem. Alright, even kijken. We moeten wat hout gaan verzamelen. Maar laten we eerst even levelen. Ik heb 20 unspent points. Laat me check. Damage is wel lekker op zich. Ik ga het gewoon op HP pompen, zodat ik even 1k plus heb en de rest op HP. We kunnen op K drukken voor de nieuwe spreuk. Want op level 15 unlock je nieuwe... Oh, Ice Storm, though. Dat klinkt cool. Laten we die leren. Wat is dit? Ice Bolt. Hell yeah. Wat is dit? Shadow Blast. Oeh. Yo, ik heb ook een Siege spel. Wat is dit dan? Arcane Bomb. 5000% tot 6500% damage. Oh, maar dit is een raid-spreuk, denk ik. Als je mensen gaat raiden, moet je zo'n spreuk gebruiken. Maar ik zie dat je hier iets speciaal iets ervoor nodig hebt. Een Elixir of Dragon's Fire. Dus het kan niet zomaar gebruikt worden. Super dope. Oké, laten we even de nieuwe spreuken equippen. Dan doen we die eruit. En dan... welke Ice Bolt was voor deze, hè? Ja. En dan voor de... Dit ding doen we die eruit. En doen we Ice Storm erin. Yes. Laten we hem even gaan testen. Op Thomas. Oké, komt-ie. What the fuck? Die is zo klein. Ik dacht dat die super groot zou zijn. Oké, okay, er zit wel een cooldown op. Dus ik kan hem niet zomaar blijven gebruiken. Op zich, het idee is wel chill. Vooral als je grotere beesten bevecht. Die veel op een plek staan. Maar ik moet dus... Misschien kan ik hem wel opladen dat hij groter wordt. Zou kunnen. Zie je? Nou is hij van niveau veranderd. Ja, hij is nu groter. Hij is nu groter. En... Skra! Pom, pom! What the fuck? Ik dacht dat hij groot... Oh, hij is dood. Hij is dood. Ja, maar ik had wel het idee dat hij groter was geworden. Ik hou nu rechtermuisknop in. Dan zie je dat hij normaal is. En dan nu... Zie je, nou komt er een ander effect bij. Dus het lijkt op alsof hij dan nuttiger wordt of zo. I don't know. En nu is het geluid weg. Dus nu is hij op maximale strength. What the fuck? Oké, hier, pak mijn hagel. Alright, die hebben we dus getest. Rechtermuisknop op deze is gewoon... Waarschijnlijk een ijspegel. Ja, dit is gewoon een ijspegel. Ik heb gewoon een deur. Maar ik klop graag aan met ijs. Skip it up, poem poem. Het is leuk. Er wordt echt chaos als PvP bal aanstaat, maar ik heb er echt zin in, man. Moet even heel veel hout hebben. Yo, misschien kan ik eigenlijk wel gewoon steen leren al. Maar ja, laten we maar beginnen met hout voor nu. Ik denk dat we toch gaan verhuizen op een gegeven moment. God, ik vind het op zich best wel een toffe manier van looten. Ik weet niet, laat me vooral weten in de comments wat jullie hiervan vinden van de game. En de setting en wat dan ook. Ik denk dat jullie ook wel zien dat dit een stuk anders is dan Dark and Light. En het voelt iets meer refined. Er zitten misschien wel minder features in, maar... Hetgene wat erin zit voelt wel iets meer solid, zeg maar. Een stuk beter. Oh no, you're carrying too much. Oh no. Ik heb trouwens ook een house opgericht. Namelijk Griffin Menterder. Met het motto, we temmen griffins. Ik ben best wel trots. Ik wilde hem eerst Gryffindor Menterder noemen. Maar dat was blijkbaar te lang. Dus ja, beetje jammer. Ik wilde eigenlijk dus vier facties oprichten. Slytherin Menterder. Oh nee, Swadderich Menterder. Gryffindor Menterder. Hufflepuff Menterder. En die ene met die ravenklauw menterder. Ja, vet origineel rudimentairder. Ik weet het. Godverdomme! Vuurbal, pas erop! Oh ja, we konden trouwens ook nog medium dingen maken. Maar hier heb ik te weinig precious stone voor. Je kun je mee respawnen. Met large kun je... Oh ja, deze moet ik wel even legit maken. Blijf dus van mijn huis af, man, met je vuurballen. Domme Thomas. Ja, we moeten dus wel even een forge maken. Doen we wel Daniel zetten. Een tailoring bench. Nou, laten we deze Daniel zetten. En de tailoring bench gewoon... Hier al of zo. Dit zijn zeg maar de craft stations. Weet je wel, de smiddy, de fabricator, dat soort gevalletjes. Hiermee kun je metal smelten, denk ik. Oh nee, what the fuck? Hier kun je ringen maken en zo. Ah, sick. Sick dude. Very sick dude. Er zijn wel iron ingots nodig, what the fuck? Oh, hier kun je iron ingots maken. Oké, craft ze allemaal, denk ik. Ik heb een essence voor wings. Wat? Kun je wings krijgen? Wat? Oh, no, don't cancel, don't cancel. Oh ja, hier is hij aan het craften. Hey, dat is wel een leuke display. Draai met me mee! Geen idee. Ik ben... Nog noob. Maar het zou op zich wel kunnen. Laten we even kijken bij de knowledge. En dan bij utility. Je hebt die... Oh, flying essence. Essence of wings. Got him. Ik heb hem geleerd. Oh, je kan ook saddles maken natuurlijk. En oh ja, als je iets tamet, dan moet je taming scrolls erin doen. En dat bepaalt de tijd hoe lang je tame hebt, zeg maar. Requires conjuring cauldron to craft. What the fuck is a conjuring cauldron? Mana pool, sure. Mana generator. What the fuck? Storage chest wel handig. Deconstructor. Ah, dit is een conjuring cauldron. Oké. Okay. Repair bench. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, we gaan we even... Wow. Is dit mijn metal? Het komt hier te liggen. Hey, bedankt man. Thanks for the metal man. Yo, laten we even kijken. Wij kunnen dus bij B. En dan denk medium. Nee, niet medium. Large.
Moeten we de Conjuring Cauldron maken. Die kost... Oh, die kost wel 12 metal ingots. Dat hebben wij nog niet. Goed dat die in de maak zijn, though. Volgens mij maken we er ook echt gewoon precies 12. Wat een scheidtoeval. Wat is O? Ik moet erop drukken. Oh, ja, ja. Hier kun je gewoon dingen craften, oké. Okay. Maar ik ben nog niet echt het beste gastje ooit. Dus moet nog wel een keer gebeuren. Voor de rest kan ik wel zo'n essence maken of de wings. Dan kan ik volgens mij vliegen zonder bezem. Yo, deze hoed wil ik hebben. Requires tailoring wrench. Yo, geef mij die hoed, bitch. Crap. Damn it, dadelijk hebben we een gekke tovenaarshoed. Wat doe ik het voor? Waar is mijn hoed nou? Oh, hier. Dankjewel, hoed mijn teerders. Bam. Nou heb ik een gekke muts. Yeah. Heb ik dit al geclaimd, by the way? Ik maak hem ook zo. Ik bouw even deze base. Of jullie zien me wel wanneer ik dat gedaan heb. En dan gaan we even kijken of we iets kunnen temmen. Gewoon dat jullie weten hoe het eraan toe gaat. Beast bald. Dat betekent tot kaal. Volgens mij betekent dat niet tot kaal. Boeja, level 16. Lekker bouwen, pik. En de laatste metal iron metal ingot is klaar. Get him. 8. Nou heb ik precies 12 ingots. Dan gaan we weer naar B. Nee. Naar B. Ja. Terug met rechtermuisknop. Linkermuisknop. Medium. Nee. Large. Chankedeun. Conjuring. Cauldron. Interact. Nou wil ik 1 essence of wings maken. Kom maar op. 1,5 minuut. Ik zie jullie dan. Kennen jullie die momenten dat je met je bezem in je huis aan het vliegen bent? Terwijl je wacht op een essence of wings. Het voelt als een magnetron. Waar is mijn broodje bapauw? Kom maar op. Ik ben hyped. Laten we die shit zien. I wanna fly, man. Oh, daar is het. Thanks. Oh, we got him. We got him. Hoe gebruik ik hem nou? Level 15. Oh, dan moet ik gewoon mijn stick mee vervangen. Oké, dan heb ik mijn broom niet meer ingezet. Dat wordt zo vet. Dat wordt zo vet. Oké, wacht. Ja, laat ik eerst even de tame spel inzetten. We gaan nu over op het tame segment van de aflevering. Even kijken. Die kan dan weg. Pacify inzetten. Potentieel moet ik deze dan ook even weghalen en op haste zetten. Ja, en dan gebruik ik mijn andere gewoon puur voor aanval. Deze. Alright, gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? Wow. We gaan het wel in stijl doen, oké? Okay? Ik gooi mezelf gewoon te platter hier van de berg af en dan gaan we vliegen. Let's go. Plop, 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 plop. En ik druk op F. Holy shit. Oh, what the fuck? Je kan mijn onderbroek zien en er komt allemaal zwarte smurrie uit. Got him. Ik ben een dooddoer. Ik ben een dementor. Ik ben je mentor van de brugklas. Ik ben... Je moeder. Ik ben Rudy. Yo, dit is zo dope. Oh! Wie heeft ook echt die zwarte fucking fog? Het vliegt ook gewoon 100 keer zo snel als een broom, heb ik het idee. Dit is zo sick, ouwe. Waarom heb ik zo'n vieze onderbroek aan? Yo, sick. We gaan deze even tamen, oké? Okay? Het zuigt wel echt mana, maar ja. Oké, we doen de pacify spel erop. De meeste beesten zijn ook bedoeld voor een duo team of een team of in ieder geval in een squad. Als je nu snel kijkt naar de elk, dat symbooltje, dan zie je dat dat blauwe kringetje vol loopt. Als die vol zit, zoals nu, dat betekent dus dat ik hem kan tamen. Yeah. Tame your name creature. Ik noem hem Rudy. Je lijkt wel een beetje op mij. Hij lijkt echt totaal niet op mij, ik weet het. En dan kun je dingen interacten. Oh, yo, deze kan een zadel hebben. Dude, dat is sick. How do I even make the saddle? Follow aggressive. Follow the... Yeah, fuck it. Follow aggressive, man. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh, hij wordt wild! Hij wordt wild, hij zit zijn broertje tussen... Oké, okay, hij is dood. Man, je bent echt tuig, man. Doe het niet tegen je familie. Doe normaal. Rudolf de Rednose Reindier. Ja, ik weet nu echt alleen totaal niet hoe ik zo'n zadel maak, eigenlijk. Hier, deze moet ik even leren dan, denk ik. Requires workbench to craft. Oké. Dus dan kan ik het wel hier tussen zien. Denk ik. I don't know. Oké, jij moet met me meekomen. Volg mij. Normaal gesproken zijn tames wel iets moeilijker natuurlijk. Maar dit was gewoon een low level en een simpel beestje. Stel niks voor. Je hebt ook draken en demonen en shit. En die zijn iets moeilijker om te tamen. Want ja, wat moet ik er nou mee? Ik krijg toch nooit naar boven, man. Kijk waar ik woon. Maar dus wat ik eerder zei in de video. Je hebt je tame maar voor 30 minuten. Yo, ik kan slaan. What the fuck? Maar als je hem langer wilt, dan moet je bepaalde scrolls maken. Die komen verschillende variaties, 4 uur scroll, 4 dagen scroll, wat dan ook. Maar je kan dus ook 10 4-dagen scrolls erin doen, even als voorbeeld. Waardoor je hem dus voor 40 dagen hebt. Wow, daar hebben we een kijker om een derde. What up? Pla, pom pom. Skia, battle me. Ple. Yeah, hij kan ook vliegen. Hij deed eerst vliegen. First person ziet dat er zo dik uit. En third person is echt zo van... Hey, kijk, ik vlieg! Ik denk dat ze nog werken aan hun third person animaties, oké? Okay? Maar voor nu, het ziet er best wel leuk uit. Jee, man, Thomas heeft de ding binnen een uur van de grond afgestampt. Echt insane. Thomas, hij komt... Waar is zijn deur? Kom op, Thomas. Show me your deur. Oh, hier. Ik vlieg gewoon even zijn huis binnen. Zo van... Hey, what up? Trouwens, dit is ook mijn huis nu. Want Thomas zit bij mij in mijn... In mijn house, zeg maar. So, my house is his house. Oké, we zijn weer bij mijn lelijke hut. Laten we eens kijken hoe we zijn zadel kunnen maken. Oké, we moesten dus interacten met de workbench. Dat is deze.
En dan konden we hier dus checken of we een zadel konden maken. Ja, het kost mega veel leer. Nee, ik heb maar 2 leer, man. Ik heb alleen maar een hide. Kun je leer maken anders? Oh, leather. Je kan het gewoon maken. Oké. Okay. Yes, laat het craften. Cannot craft that many of the item. Wat? Oh, requires tailoring bench. Natuurlijk. Tailoring bench, dat ben jij. Geef mij al die leer. Heb ik alsnog 4 leer tekort? Dat is wel pittig. Dus eigenlijk moet ik dus even veel dingen gaan doden. Nou, dat kan geregeld worden. Leer mijn terders. Skia. Pom pom. Oké, geef me je loot. Dank u wel. Oh, wow. Ik word get. Wat? Wat? Oh, dat ding. What the fuck ben jij? Ork mijn terder. Got him. Ja, ga maar lekker janken. Oh, deze heeft gewoon leer bij hem. Chill. Ah, ik doe nu echt even voor de loot. Oh, yo, what the fuck is dat? Nee! Oké. Even snel dit ding looten en dan gaan we dat checken. Yo! What the fuck? Wist je nog toen ik zei demons? Demon. Dude, dit is insane. Wat is dit? Wat ben jij? Ik ben nu wel een klein beetje bang. Ik weet niet of ik in de buurt moet komen. Een pirate? Wat? Uh-oh. Nee, mijn mana is op! Oh, no. Use the goddamn potions. Man, mijn HP is fucked up. Enemy camp. Is dit... Oh, dit is een fairy spot of zo. Oh, what the fuck? Niet boos worden, man. Doe normaal. Ik schrok me kapot. Dude, doe normaal. Schrok me kapot. Dood. Sla me niet. Oké, dankjewel. Oh, gek zwijn. Het spijt me heel erg, ik zweer. Nee, ik zweer. Het spijt me echt. Oh, wat vind ik te erg. Oh, ga eens even dood. Kijk. Dankjewel. How to tame a horse in Minecraft. Hey, daar heb je hem weer. Yo. Welkom. Leuk dat je er bent. Ik was je eigenlijk vergeten, maar dat maakt niet uit. Prentice domed. Het. Oké, dankjewel voor je hoed. Nu is de vraag, kan ik zo'n pirate aanvallen? Zonder dood te gaan. Laten we het proberen. Skia pom pom. Dit is denk ik niet slim. Maar mijn hert gaat hem gelukkig verslaan voor mij. gaat hij hem verslaan voor mij? Is dit slim? Denk ik niet. Wat probeert hij nou te doen? Maar ben ik hem echt mega hard aan het cheesen. Rent die heen. Kom eens terug. Ik ben je eerlijk aan het verslaan. Oh, dit kost me allemaal mana. Creature ziet er wel echt dope uit. Oh, what the fuck? Oké, we belen. Oké, pussy mode. Sorry, het ging me iets te hard. Heeft mijn hecht vermoord, die man. Dat was dus niet zo'n strak plan. Lekker, ze zijn allemaal klaar. Ik denk dat jullie het idee van die game wel snappen. Ik hoop dat jullie een goede eerste impressie hebben gekregen. Ik ga nog wel even een zadel maken. Ook al is mijn dino... Volgens mij is mijn gewoonte dood. Nee, volgens mij is mijn hert dood. Maar we maken nu een saddle. Die kan in principe overal op, denk ik, wat de zadel kan hebben. Dus waarschijnlijk een wolf, een hert. Ik weet nog niet van wezens te zijn, oké? Pak het zadel. En ik vind het lekker prima pik. Jullie graag bedankt voor het kijken naar deze nieuwe serie. Tenminste, het wordt een serie als die goed wordt ontvangen. Dus goede likes, goede views, goede comments. Goed enthousiasme in het algemeen. Ja, ik hoop dat jullie het tof vonden. Ik weet niet. Ik vind dat de game wel potentie heeft. Nogmaals, thanks voor het kijken. En ik zie jullie dan wel in de volgende video van Citadel. Mijn terdel. Citadel Forged with Fire. Later. Spater, mater. Kater. Pra.